Hallo iedereen, ik ben er weer met Crusader Kings. Ja, nu is dat laden, hè. Ja, mijn computer is weer helemaal aan het flippen. Allee, nu heb ik een computer op mijn zus eigenlijk, maar die flipt echt helemaal. Dus dat is dat geluid, dat hoort in de achtergrond waarschijnlijk. Ik heb een beetje moeten spelen omdat mijn dinges niet gesaved had tot waar ik was. Maar nu heb ik zo'n random zoon gekregen en ik heb hem niet kunnen hernamen, dat vind ik wel goed. Ja, spijtig dan. Ik ben wel terug in de oorlog met die ene gozer. High Chief Ushara. Maar ik ben aan het winnen, dus dat wel. Misschien dat ik niet meer op pauze zitten. En dan zit ik nog in oorlog met iemand anders, met... Nee, ik moet eerder winnen, anders heeft hij al dat land en is mijn oorlog voor niks geweest. Hoeveel troepen heeft die man? Ik heb meer troepen dan nu, dus kom maar, ik moet eerder winnen. 30% bij mij zit. Ach, fuck. Kan ik die wel van mijn troepen, ja. Ja, jullie gaan die man kapot maken en ik zal wel eventjes siege verder. Ja, waarom staat er pauze? 13 december gaan we verder, oké. Die zijn troepen dan daar. Die gaan treden ofzo, die man. Ah, dus jij wilt ook de Bertazi afpakken van die man. Wie is dat dan maar? Ik ben eerder bezig. Fuck off. Ja, oké, okay, ik ook. 21 januari, dus niet. Ja, oké, okay, dat gebouwtje is ook gebouwd. Kan ik iets anders bouwen? Daarna ga ik wel eens reden voor meer geld, dat ik betere dingen kan kopen. Oh nee, nu heeft die man gewonnen en heb ik tegen het ingrijp leger richten. Dus... Ja oké, okay, dat win. Ik hoop echt dat ik dat win, gelijk heb meer troepen. Ah, oké, okay, Neffing is volledig moraal, dus ja. Kan ik niet mensen in mijn oorlog roepen of zo? Ja, als ik nu een alliantie vorm met de man van mijn vrouw, dan kan ik die in oorlog roepen. En dan moet hij mij helpen, hopelijk. Hopelijk. Ik denk het niet. Ja, eerst gaan we die man aanvallen. 21 juni, 7 juli, oké. Eerst. Wow. Die man, ja oké, okay, onze alliantie is al gestopt. Leuk. Mijn vrouw kan niet tussen. Ik had kinderen met mijn vrouw. Nee. Waarom niet? Oké. Okay. Ik ben dood. Oh, ik kan al direct bieden aan meer mensen in huren. Dat is leuk. En die kunnen dan niet neersiegen, denk ik. Dit is natuurlijk veel mensen.
Oké. Dit gaat ook met te veel mensen zijn. Nee, ik ga niet met u voten. Ja, ik kan me dat boeien als je dan eerst ziet. Ik doe niks. Moet gewoon dat siege voordat hij dat van mij heeft gesieged. Nog 36 dagen en ik heb gedaan met deze siege. En dan is die man die hopelijk gewonnen. Hopelijk. Ik heb geen zin meer in deze oorlog. Ja, die gaat. Oké, maar u zal het gebied aanvallen, hè. 28 november. Ah, fuck. We hebben een nieuwe leech. Nee. Ik kan niet meer voten. Nee, ik kan niet meer voten ook niet. Klaar is hem nog. 10 is hem. Ja, nu heb ik hem. Ah, ik heb gewoon gewonnen. Oké, ik heb gewonnen. En nu kan ik dat zo neerbranden. Nee, ik wil het zo. Allee, hoop ik toch. Oké, ik kom met de eerste eventjes wat reden. Door elkaar en dat is goed. Backshift, ja, boeit niet heel begin gek. Zo. Waarom kan jij niet? Pillage holding. Moet ik independent zijn, zou ik dat kan doen? Ja, oké dan. Daar kan jij hem wel zelf van maken, hè. Oké. Moet ik een nieuwe vazal. Leuk. Ik heb nu een betere commander. Ah ja, die tool is veel beter. Ah nee, u had het al. Misschien denk ik wel wat meer troepjes kan. De hoort, ja. Oké, ik ga. Wacht eens dat ik 50 uit heb en dan ga ik die. Open. En dat 50 goud. Oh, waarom moet ik, wat doe ik altijd? Leading troops in Tana. In die man zijn leger, dat is wel goed. Oké, okay. Nee, kan nog niet. Ja, ah, nu heb ik meer dan 50 goud. Ik ga wel wat een beetje heavy cavalry. En laten we nog een paar. Kan niet meer, ja. Oké. Okay. When casually strolling around premises, as one often do, you come across Kibar sitting at his desk, overburdened with work. Seeing this as the perfect opportunity to help him out and perhaps gain a favor in return, you offer a helping hand. He looks at you with heavy eyes and after a moment decides to accept your offer. Ja, oké, nee, dan moet hij mijn favor en kijk meer prestige en vind ik me leuk, oké. Maar ik heb het gebied 750 man meer, dat is echt wel nice. Ah, ik kan niet samen komen, ik kan niet ontreden. Oh, ik kan bollen, want ik kan 3000 man heeft gedaan. Ik heb ook veel, eerlijk gezegd. Dus ja, ik heb een kopje op. Nee, dat kan niet. Laten we hem Gerry niet snappen. Ik heb een zoon. Wacht.
de naam, random name generator en zo. Speciaal voor Friet. Oké. Nee, ik ga deze rijden. Ah, daarom kan ik dat niet doen, leef niet. Ik ben niet van de... Ik ga wel trouwen in andere kinderen en dan moet ik de volgende weer langs kunnen als gebeurd gaan. Oké. Die moet ik al veel meer proeven, ik ben echt blij. Nu wat aan het rijden, special minor titles, designated regions. Ja, ik heb geen volwaardige zoon, dus. Allee, Mika is 4 jaar. Oké. Okay. Ik wil wachten tot de seat gedaan is. Wow. Ah nee, die krijg. Ja, oké, dat moet ik niet. Wil ik u gaan helpen? Ja, oké, ik help u wel, maar ik ga echt niet helpen, hè. Ik kan niet mijn troepen geven voor uw oorlogschap. Ja, wordt hier nog eens gebouwd? Nee. Nee, ik kan niet voten, nee. Ja, oké. Bijna gedaan. Het is nu geen zin van mijn stam meer. Ah ja, want er is ook klein sentiment of zoiets. Dat zie je hier. Dus. Ja, mijn eigen clan sentiment is 100, omdat ik mijn eigen clan ben. Dan van ons, met onze leider is 40. Met die andere gozer is 10. Kan ik hem blood out? Ja, en die nemen zo'n blood out. Ah ja, ze dat accepteren, dat is een goede band tussen ons komen. Ja, zie. Dat betekent dat we zo elkaar gaan helpen. En dan kun je ook zo'n... Een feud of zoiets, ik weet niet hoe je uitspreekt, die kleren met iemand. En dan zeker dat je daar zo, ik die haat, en kun je zo schapen stelen en zo of zoiets. Ik heb gevangenen, kan ik ze ransomen, tegen mannen geen monies of zo. Min 10. Ja, nee, ik kan niet 13 geven om iets te krijgen. Ja, oké. Okay. Ik heb dat ook gedaan, like, dat dit doen. Of heeft die man veel troepen, anders val ik gewoon aan. Dit land is van mij. Ik ga eerst wel rijden, want dan heeft hij minder troepen. En dan kan ik die aanvallen. En dan heeft hij nog minder troepen. Nee, omdat hij dan de troepen niet meer heeft. Oké, nice. Die vind ik wel leuker. Men, die is ook zwanger. Goed, smeer. Dus die is altijd leuk. Oké. Okay. Allee, dit duurt waarschijnlijk ook weer eventjes. Dus ik heb 1925 light cavalry, 50 heavy cavalry en 275 horse archers. Ja, die man wordt ook al aangevallen door iemand anders. Ashley. Is deze of wat? Waar is Ashley? Ik ben het aan het aanvallen. Ah ja, voor deze. Ja, dat is niet slim, hè. Ik ga ook Byzantium aanvallen, dus dat lijkt me een slim idee met hun 11.000 man. Ja, ik vind het wel goed dat die mij meer geld geven, die stam. Niet dat die iets hebben van geld. Ja, oké, die geloot. Ik ga ook die man aanvallen. Die zijn man ook weer een tweede stam. Ik weet niet wat dat doet ofzo, maar heb ik het toch. Ja, oké, gedaan met looten.
Clairoir, Conquest of Kharisima. Ik ga ook wel een invasie doen. Ja, nee, ik doe wel een Conquest. Is toch wel, gaat toch, nu gaat het snel gaan, want hij heeft toch niets meer. Dus, allee. Kan iemand imprisonen? Mijn concubine. Je wilt Mika doden. Nee, mocht Mika niet doden. Ja, zie je mis maar. Ja, zie. Kan ik ook gewoon. Nee, ik kan gewoon. Zou ik? Nee, ik heb geen zin te doen. Ik kan ook meer troepen maken als ik wil. Heb ik al 50 goud? Nee. Oké. Okay. Hoeveel geld krijg ik eigenlijk? 8,74. Die, mijn stam geeft mij 0,74 per jaar. Dat is echt weinig, hè. Oké, weer een random neemtje de reter. Oké. Ja, oké. Random name generator. Generate. Poep, 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 poep. 19. Legend. Deze man is een legend. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb dus een vrouw gevangen genomen, denk ik. Kan die mij betalen? Wil een non-neef die man. Ik kan hem nu geen geld geven, want ik ben in de oorlog. Waarom zijn we hier hostile met die mensen? Ah, omdat... Ja. Ah, fuck, dat verkeerde. Ah, nee. Ja. Nu ben ik gewoon een rebel. Ik heb beter die andere... Nee, ik geef me niet troep. Laat maar. Laat me gods. Siege. Wie is dat? Ah, mijn vrouw. Waarom komt die nu pas? Oké. Okay. Ik heb echt de meeste troepen van heel mijn... van iedereen. Van mijn kazaar. Van mijn kazaar. Ik hoop niet veel dat zegt. Ik voel me zo machtig. Dat is iets anders van mij. Dan, van wie is dat? Is er een nieuwe bijgekomen of wat? Maar weet je, ik wil zo niet de leider zijn, want dan moet je ze zelf zo'n land weggeven. En zo, nu mag ik zoveel land hebben als ik wil. Dat is veel leuker. Als ik zo de leider ben, dan moet ik zo'n land weggeven aan nieuwe mensen en zo. Dat is echt goed. Hé, hey, is dat mijn land? Ah, nee. Ja, die zijn er. Oké. Okay. De vogel. Ik denk niet dat de normalen gaan beginnen boeken te lezen en zo. Dus jij wilt dat mijn zoon door u... Ja, nee. Denk jij. Mijn zoon gaat door mij opgevoed worden. En ik moet hem educatie geven. Ja, oké. Okay, poetry dan. Ja, Mika, jij mag struggle zijn. Dan word je nog hopelijk niet dik. Dan word je een goede martial leader. Ja, jij wilt vrede. Oké, okay, is goed. Eens naar... Ja, bam. Nieuwe stam. Ja, oké. Okay. Een nieuwe vazal. Deze man, die echt faalt in alles. Faalt, ja, nee, die gewoon faalt in alles. Dus, nee. Oké, okay, maar nu toch wel een beetje meer land. Ik ga wat reden. Zou ik die reden nemen? Ik heb echt niks. Niks. Die hebben wel iets. Ja, ik ga deze reden. Raiden voor wat monies. Ik zou kunnen helpen met de oorlog, maar ik heb geen zin. Wanneer is Mika eigenlijk geboren? Mika is geboren op 3 maart. Oké. Okay. Je mag trouwen voor mij. Je mag trouwen met Cosé.
Wow. Waarom ben ik verloren? What the fuck? What? Ik kan niet begrijpen. Wacht, hè. Ik ga gewoon reloaden. Ik snap niet waarom ik opeens verloren ben. Lijkt me vrij onlogisch. Want ben ik dood of zo? Dan zou ik hier niet staan, denk ik. Oké. Fuck. Dan is het random verloren. Oké. Maar misschien was die oorlog verloren, de oorlog verloren met ik gespeteerd ofzo, dat kan wel, maar. Dus moet ik echt gaan helpen in die oorlog of wat? Oké, dan. Dus ik ga nog steeds 5, maar ik heb het wel laten struggelen. Ja, ik ging cool laten trouwen met Cosé. Cool trauma met Cosé, hopelijk krijgen jullie leuk veel kindjes, kan die leuk veel martial training geven. En mijn andere commander. Commander Tarmac. Hij mag trouwen met. Siala. Hoe je dat uitspreekt. Ik krijg je ook leuk voor de kindjes. Bazoek, wie ben jij? Een peasant leader die naar mij gevlucht is. Oké. Alright. Oké. Alright, oké. Misschien moet ik alsjeblieft ook wat aan helpen. Zodra deze oorlog genomen is. Dat kan ook. Maar ik wil echt niet helpen, dan verlies ik mijn troepen en dan is het Allee, ik krijg ze wel allemaal, want ik ben een gek kanon, maar toch. Het is een pauze, daar moet er niets gebeurd. Wie is dat? Ah, ik heb wel gebeurd gegaan, dus ik died after a period of illness. Je hebt... Die man. Okay. Nee. Dus jij wilt gewoon de Khan of Khazaria worden. Oké. Ik kan. Mij boeit het niet echt. Oké, dus nieuwe vazal. Hopelijk dat ik nu een betere heb. Ja, redelijk goede spymaster. Oké, hoe is die van mij nu, dus ja. Dan kan ik mij netjes wegsturen. Oh! Waarom zijn wij in oorlog met de Byzantijnen? Waarom? Diarree, lekker. Ah, fuck, waarom zijn de Byzantijnen opeens zo? Hoe hebben die een band? Facts. Sterrenvrouw, mens. Die doodgaan ze de alliantie ook voorbij. Oh, heeft die man nu verloren? Ja, had ik wist dat de Byzantijnen ging mee weg, dat ik wel voor die andere gekozen zijn. Waarom heb ik geen alliantie met de Byzantijnen? 7 augustus. 21. Ja, oké, kom. Ik moet gewoon die kapot maken en hopelijk win ik dan. Hopelijk. Ja, oké, ik zal wel commander zijn voor u. Maar ik wil deze gevecht wel zelf mijn eigen truc leiden. Ja, ja. Ja, oké, die zijn dus dood. Waar is die zijn kapitaal? Ah, hier waar ik sta, oké. Zo. Ja, oké, mijn pot is dus ontdekt. Weet me niet echt. Die vrouw moet gewoon dood.
Oké, ik ga die dus nog snel. Ik heb weer 750 man, maar ik ga je wel. Nee, ik ga je wel zonder fanmatig naar mij laten komen. Want anders gaat het echt niet goed komen met die Byzantijnse 5000 deadstack die rondloopt. Ja. Fuck. Waarom gaan die veel sneller dan mij? Ik ben ook cavalry, hè? Ja, oké, okay, mijn ding is dood. Ik voel het al aankomen. Ja. Leuk. Zie, Koel heeft al een zoon. Leuk. Oké, okay, vlucht naar daar, ja, dat vind ik goed. Ja, sterf allemaal, sterf van de honger. Ja, maar kom, helpen en lul. Ja, mijn spymaster is ook al gevangen genomen. Ja, dan mooi jij dat zijn. Ik ga ook maar terug naar daar. Hopelijk wordt hij niet gevangen genomen. Sterf van de honger. Sterf. Sterf allemaal van de honger. Met de chest, nice. Ik heb gewoon zijn capital verplaatst. Wow, dat mag ik niet. Ik mocht dat niet doen en niemand dat wil doen. Niet eerlijk. Oké, man. Ja, een bedstek van 8000. Oh, leuk, leuk, leuk. Dat is nog 3. Ja, ja. Ik weet hoe deze oorlog gaat eindigen. Ja, jij mocht. Humility. Waarschijnlijk ga ik heel mijn leger hier willen verliezen. Ja. Ik ga het trekken. Oké. Okay. Ik hoop dat ik niet word geëxecuteerd. Dat is het niet echt eigenlijk. Oh, dus jij bent dus blind. Ja, leuk. Ah, de Byzantijnen hebben hem blind gemaakt. Leuk, hè? Oké, okay, vlucht. Heb ik nog van? Ja, van. Oef. Oké. 14 april. Oké. Ja, fuck. Waarom kan die sneller dan mij? Ik snap dat echt niet, hè. Wat hebben die allemaal? Nu, ik heb wel infanterie en toch kan die sneller dan mij. Hoe kan dat zelfs? Misschien had ik. Ja, ik ben dus dood, officieel. Ik hoop dat ik niet te veel troepen kwijt, alsjeblieft. 1000 troepen kwijt. Fuck. En waarom ben ik geld aan het verliezen zelfs? Ga eindig die oorlog gewoon, man. We zijn echt aan het verliezen, zie je dat niet? Ja, die is dus dood. Oké, okay, leuk. Ja, ja. Waarom weet die man niet wanneer het tijd is om brede te maken? Nu is het tijd om brede te maken. ja, oké. Okay. Ja. Als ik nu dood ga, weet ik wel met dood is gegaan voor je. Ja, nee, zie. Waarom moet ik voor een keer doodgegaan en verloren? Ja, zie. Er is niets gebeurd. Ja. Dat is ook weer eventjes gebeurd. Leuk. Dit is die ene man dat... Ja. Rebelleren. Is nu dus gevangen genomen. Dat is leuk voor die man en die is dus dood. Maar dat hij dat niet heeft. Ja, en ik heb nu te weinig geld omdat mijn troepen moet hermaakt worden. Maar ik krijg wel meer geld door te reden. Dus ja, die is zwanger, leuk. Ja, oké, okay, fuck dat plot.
Over een vrouw die zwanger is, leuk. Zodra het volgende jaar is, ga ik wel stoppen met deze opname, want anders is dat veel te lang. Nee, ik wil geen commander zijn, ik wil mijn eigen troepen leiden. Ja, oké. Okay.